Jo, ga dus rijden van Rotterdam naar Roosendaal. En ik heb ook eventjes de boel gerecord. Zo. Wat een raar geluid, joh. Nou, nu denk ik dat soort interviews, Nikker. Passaal komen nu op mijn Twitch-kanaal, nu denk ik. Nee, joh. Hoe is het trouwens geluid nu, trouwens? Het geluid nog wel eens een beetje goed nu, want deze heeft daar een veel harder geluid, volgens mij. Kijk hoe dat nou klinkt, hoor. Kijk hoe die nou klinkt, hoor. Ook even... Oh, goed, hoor. Ik word er wel een beetje melig van. Ik weet niet wat dat is, maar... Ik krijg altijd een beetje van, ja. Was perfect. Afslip was leuk. Afslip was ook leuk, ja. Gaat het goed met huis dan, of niet? Het zijn wel leuke spelletjes. Het volgende station is Rotterdam Blaak. Station Rotterdam Blaak. U kunt hier overstappen op het metronetwerk van Rotterdam. Je blaat er doorheen. Baha! Oh, sorry. Ja, dat is een leuk spel, ja. Maar dan dat doen al zoveel mensen dat spel. Ik ben nu wel begonnen met Rollercoaster Tycoon 2. 3, trouwens, scenario's. Maar dan komt daar, dinsdag komt daar het eerste videootje van uit. Op mijn kanaal. Ik heb zo hard, joh. Wat is dan Blaak? Kijk, dat geluid. Binnenin staat ook veel harder. Maar hoor, dit geluid. Het lijkt me een haas die optrekt. Goeiedag, wat sloom zeg, hé. Lijkt me de auto van Lewis Hamilton. Dit is ook zo traag. Volgende week, hè, eerste... Volgende week trouwens wel weer de eerste race. Abu Dhabi, toch? Ja. Een gas voorop. Ik word echt melig. Sorry, ik hou op. Maar er wordt nog MVV tegen PEC Zwolle. Ik kon nog wel mee trouwens, maar... Ik weet niet of ik het toe, ja of nee. Ik vind het eigenlijk wel eilig, best wel een stuk rijden met de bus. Ik kan mee. Ik kan mee met Roland, kan ik mee. Maar wat ik al zei, ik vind het dan een behoorlijk eind. We kunnen... ja, het is zeker een eindje. Helemaal met de bus, het is 4 uur rijden. Hotelboeken. Ja, kun je dat doen nog, ja. Alleen het is, mag niet, hè, want je mag er niet blijven. Je zit met die voetbalreizen shit, hè. Mag weer niet. Nou, dan moeten we in het... ja, dan zit je in het MVV-vak. Kan natuurlijk ook. Het volgende station is Rotterdam-Zuid. Station Rotterdam-Zuid. Voor mij is het volgende station bij Rotterdam-Zuid. Die klapt dan lekker door je oren in het ras, ding, hoor. Die, Het volgende station, Rotterdam-Zuid! Zo! Mannen. Rotterdam-Zuid. Kijk naar bordje 4. Oh, we zijn trouwens 3 lang, zie ik. Ik dacht dat we maar 3 lang waren. We zijn 6 lang, zie ik. Zeg nou, we zijn voor mij zelfs 8 lang zelfs. Dan moet hier bij bordje 8 stoppen. Kijk hoe lang ik nog ben trouwens.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ik ben 7 lang. Oké, top. Kijk, dan gaan we hierheen. Kijk wat hier ligt, jongens. Ja, die ligt hier ook, hè, de Kuip. De Kuip, altijd mooi. Dan ga ik ook naar de Kuip, maar dat is een andere de Kuip. Dat is de Kuip op Texel. Jawel. Ik kom toch maar nou weer wat anders. Ik kon er net wat binnen reed, dan nog niet. Mooi, hè? En mooi, dus we komen er nog zo nog een keer langs. Ja, haha. Ga er niet stoppen. Waar is mijn kool binnen liggen van mijn vibe-stick? Ik vind dit een trompet. Hier is dus Stadion Rotterdam JF. JF? Ja. Hé, dat ding dat zit er maar om. Kijk. Hoe dan? Dan gaan we er weer. Het volgende station is station Lombardije. Om wat zacht te zetten, want dat knalt zo door je... Zunderhondergister, Heracles. Wow, oké. Okay. Die begint ook weer te voetballen. Maar ja, dat gat moet je niet naar kijken. Je moet niet kijken naar Heracles en Zwolle. Het gat met nummer 3 is heel groot. Zonne promoveert wel hoor. Daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Het volgende station is Rotterdam-Lombardijen. Station Rotterdam-Lombardijen. Oh, Rotterdam-Lombardijen. Wat heb je toch mooie dijen. Ja, het volgende station is Rotterdam-Lombardijen. Station Rotterdam-Lombardijen. Oh, wat heb je mooie dijen. Ja. Oh, ze heeft... Wat een hupkontje heeft ze. Moet kijken. Oh, dat speelt Smokey VG Planet Zoo. Moet ik spelen Smokey Planet Zoo. Ja. Je ziet hem. Chopper Sound. Ouwe trouwens nog. Nice. Chopper Sound. Ja, heb ik ook nog Planet Zoo, maar die speel ik niet zoveel meer. Sterker, die speel ik er lang niet meer. Maar ik zat nog wel te denken om ooit nog weer mijn Planet Zoo's pretparken te gaan bezoeken. En net zoals ik dat doe als een Planet Coaster. Wel afloop misschien, want daar is wat meer te gaan doen. Dat gewoon dierentuinen gaan bezoeken. Dat ik niet zelf wat ga maken, maar dat ik gewoon alleen dierentuinen ga bezoeken. Dat lijkt me best wel leuk trouwens. Station is station Barendrecht. Kom binnen op spoor 3. Aankomsttijd 10:14:00. ETA is nu 10:14:43. Ik ben 43 seconden te laat. Oh, nee! Ja! Oh my god! Ik moet een beetje gas geven nu. Ja! Spooky VG speelt nu Planet Zoo. Nee. Smokey VG is wel veel aan het spelen. Of is hij iedere keer aan het testen? Of hij zit gewoon mijn beeld gewoon iedere keer. Als ze gewoon alle spellen dan even aanzet, Smokey, dan kan iedereen zien in Smokey VG wat voor spellen je hebt.
Ja, weer testen. Oké. Okay. Ja, ja. Zeg ze allemaal. Hiernaast is trouwens de HSL, volgens mij. Naar ja, Brussel, hè. Die blijven we wel een poos volgen. Die rijdt nu naast ons. Het laatste spoor aan de rechterkant is de HSL-spoorlijn. Kwaan in Baardrecht. Ken je Erdem Bakkerij in Zuid? Bij ons? Nee. Het volgende station is Barendrecht. Station Barendrecht. Ja, ja, ik kijk daar wel. Ja, dat kan ik wel, ja. Oh, ik ga trouwens te hard, zie ik. Gaan we eens een stukje over, zie ik weer. Hoi. Hallo? Oh, ik moet daar wel een keer, laat me het nog wel een keer. Ja, zo maar denken, tevreden klanten is geld in het laadje. Volgende week ga ik weer naar de Chinees toe daar, naar de Japaner China Palace. Want ik ga daar mijn verjaardag vieren vrijdagavond. Goede toko hoor. En ook niet duur. Hebben we een ghost trein? Nee, niet. Ik dacht wel. Lange jongen. Extra trein gaat wel vallen trouwens. Even kijken hoor, ja, maar laten we toen mijn kaas en berg slaan te maken om een beetje maar op wilt. Oh, dat is inderdaad niet duur, nee. Ik heb een lampje aan in de cabine. Ons zullen trouwens Zwijndrecht. Zij was bij de Chinees geweest al bij ons. De Chinees, China Palace. Kun je lekker Japans eten. Met name de sushi tonijn. Die zijn erg lekker. Spicy tuna. Ik heb trouwens wielslip. Hoor ik. Is het echt lekker. Kan zijn dat het beeld wat rustiger overkomt nu. Dat kan wel kloppen, want hij is ook aan het opnemen. Ik weet niet of dat effect heeft op het spel. En we gaan natuurlijk maar 140, hè. Zo hard gaan we dus ook niet echt, moet ik zeggen. Volgende week gaan wij zaterdag weer naar Noordhoorn. En als je echt lekker wil eten, dan moet je even een extra blad. Goeie tent, joh. Ook totaal niet duur trouwens ook. Lekkere burgertjes scoren, hoor, volgende week daarop.
Nee. Ik heb bijna al mijn zeepen op. We hebben een nieuwe Dolf en zo. En een zware rijder die krijgt benzine vergoed. Dus dat is wel mooi. Nou, ik heb mijn gel op en mijn zeep. Ik betaalt hier rond de 4 euro voor een flesje Dove. En daar betaal ik 1,30 euro, 1,40 euro voor een flesje door. Dus haak ik gelijk 6, 7 tot 10 van die bussen op. Kom op. Kost je 17,50. Next stap, de volgende stop is Zwijndrecht. Zwijndrecht, zeg ik altijd, hè. Het veel te ver weg, oké. Okay. Het volgende station is Zwijndrecht. Oh, de Oldenzaal. Ik dacht dat je daar dingen ging. Station Zwijndrecht. Noordhoorn. Ja. Op ICM. Al staat hier scheef. De lampen staan hier scheef. Ik sta scheef. Hoe brugt dat trouwens? Oekie. Ik stond er maar 40 daar, zie ik. Zwijndrecht. Het is net echt, we zijn in Zwijndrecht. Even een fotootje maken. Zo. Hoppakee. Waarom mag ik dat er meteen maar 40 anders kwam? Gaan we wisselen op het spoor? Of gaan we hier van... Oh, ik heb dat trouwens... Groen? Oh ja, hier dat doel dat al. Het ligt aan elkaar vast. Het is alleen de brug over, dan ben je in Dordrecht. Echt zo. Oké, gast, geef me die handel. En op dat Dordrecht, gas erop. Ik zie iedere keer aan die horen, maar ik vind die horen eigenlijk helemaal niet mooi. A2 werkt ook goed, gaat dit aan 40 toch? Nou, op tijd zie ik weer. Ik ben al 10 seconden te vroeg. Punctualiteit, hè? Perfect, jongens. Ik mag gewoon met 100 door Dordrecht. Ik mag gewoon met 100 km per uur door Dordrecht rekenen, hoor. Let maar terug. Oh, 161 mag je zelfs. Het volgende station is Dordrecht. Station Dordrecht. Deze sprinter rijdt verder naar Roosendaal. Oké, dat is heel goed dat deze sprinter doorrijdt naar Roosendaal.
Wat doen we? Bak 40 is wat? ATB eruit. Hier gaan we wisselen van spoor. Dan komen we binnen op spoor 4A, 4A, 4B. Hij zegt dat ik hem op 4B moet neerzetten, zegt hij. Oké, okay, nou, doen we dat toch. Dit is station door de recht. En dan mag ik 80, zegt hij. Dat klopt allemaal niet eventjes. Een beetje raar, man. Een beetje apart gedaan, trouwens. Want ik mag... Nu mag ik hier 80 door dat heen, terwijl je eigenlijk maar... In Nederland eigenlijk maar met 40 km per uur door een station heen mag. Als je stopt er bent. Stoptrein moet je altijd... Of als je zo'n binnen rijdt, mag je niet harder dan 40. Maar nu geeft hij aan dat ik hier 80 mag. Apart. Perfect op tijd, hè? 14 is 14, hè? Hoppa! Ik kan me zo wel even een applaus geven, joh. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Had je niet hoeven te doen. Zo, een beetje WD-40. Kan ook geen kwaad. Kijk, hier zit de Bastien ook alweer achterin. Kijk voor nog eens kijken. Oh, hier ook. Oké. Okay. Ja, ik zit nog te denken om nog een nieuwe stream te kopen, Smokey. Nog eentje erbij. Ik zit daar met mijn muziek een beetje te hikken. Wat is het nou? Even een keertje kijken nog een keer. Hoe ik dat ga doen. Waarom heb ik dat trouwens groen? Oh, hij gaat zo. Een rare wisselstraat trouwens. Ik vind het wel mooi trouwens, Streamdeck heeft daar ook Twitch op zitten, dus dat vind ik wel heel mooi. Moederboek is 80, oké. Okay. Rijdt een goederentrein voor mij. Nou, op, dieveren met die goederentrein dan. En nog meer knoppen, ja, maar ik heb nu sowieso meer knoppen, want je hebt ook een actie op zitten. Hè? Niet zo dat je 1, 2, 3, 4, 5, 10... Dat je knoppen hebt, dat het maximaal is, dat is echt onzin, want... als je die goedkope versie haalt, die heeft voor mij maar 9 knoppen. Maar je hebt dan wel meer keuzes, hè? Want je kunt voor mij 15 knoppen erop zetten. Dus je hebt 9, dan zet je dus een vervolgknop heb je er onderaan zitten. En dan kun je weer de 9 in zetten. Het is niet zo dat je maar 9 knoppen hebt. Kijk. Wat op. Oh. Kijk, dit is dus mijn Twitch ding dus nu. Dit is dus mijn Twix, zo. Zetten. Dan moet ik hem zo even halen. Maar ik heb hier een terugknop op zitten. Kijk, dit is bijvoorbeeld, dit is dan mijn, dit is mijn streamdeck op OBS. Dit is mijn muziek. En mijn geluiden. Dit is weer OBS, maar dit is gewoon OBS opnemen. En je hebt al veel meer keuzes, hoor. Niet dat je denkt van, je hebt maar 9 knopjes. Nee, joh, je hebt nog nu's die je kunt tappen. Dus het kan echt wel, hoor. Het is niks stand dus. Dat je denkt van... Ja, niet dat je denkt van, oké, ik heb maar 9 knoppen. Dat is onzin. Dat heeft iedere streamdeck het gewoon. Ik dacht dat je er 15 op kunt zetten. Dus heb je, als je dus die lage doet, die goedkope versie, die is voor mij is die 6 of 9 knoppen, volgens mij. Dus heb je dus 9 keer 15 knoppen op zitten. Want je hebt 15 menu's die je kunt doen. Dus dat is best wel veel, hoor. Volgens ons trouwens Dordrecht-Zuid. Ja, zeker handig. Het volgende station is Dordrecht-Zuid. Dat zei ik dus net. Station Dordrecht-Zuid. Dat zei ik dus net. Oh, zie je al.
Dan maakt het niet uit of je nou Engelse scenario rijdt of Nederlandse scenario rijdt. Want er is toch geen ruk die komt kijken. Zo. Ha. Ja, dan twee dan nog. Had ik hier net een doosje met stopjes. Wat? Ik heb een jas met 1001 zakken. Kom. Gok de deur niet open. F7. Mocht het verkeerd gaan. Wat ik wel ga doen is, als ik mijn huisje heb, dan gaat alles wel weer op de draad. Weet ik wel. De computer gaat weer op de draad. Mijn tv gaat op de draad. Zeker weten. Gewoon stoppen ze trouwens. Lage zwaluwen. Denk ik ook gewoon iets van een netwerksysteem gaan maken dan gewoon. Gewoon met zo'n kastje, weet je wel. Gewoon, bij spreken, als ik dan wel op mezelf ga wonen, dan maak ik gewoon van die plug-in kastjes in huis. Twee kastjes, of een kastje dan gewoon bij mijn tv, dan doe ik gewoon twee. En dan op mijn gamekamer doe ik dan gewoon vier van die dingen. Weet je wel. En dan kun je gewoon... Als je er bent, dan kun je gewoon meerdere kastjes op de dingen slaan. Want ik heb natuurlijk hier ook nog mijn kastje voor mijn tv hierop zitten. Hier moet ik internet hebben. Dus ik kan die ook gewoon aansluiten op zo'n kastje. Dat is misschien wel handig. De computerkamer doe ik dan misschien wel meer als twee. Misschien wel 4, 5, 6 of zo. Maar dat doe ik denk ik maar door een professioneel iemand, denk ik maar. Ik ga dat denk ik niet zelf doen. Maar ik wil uiteindelijk toch zo'n Ziggo alles in één dan hebben, zo'n pakket. Ja, dat wel. Nu krijgen we de mooie brug. Nou. Ik vind het tv die ik nu heb wel mooi zat hoor. Ik heb een goede tv op mijn kamer, dus ja. Bij me op de lip. Ja. Zo is denk ik. Geen idee. Dat
het werkt niet met Google zo. Dat moet ik alleen maar doen. Trek hier eens die brug. Oké, okay, let op hè. Oké, okay, Google. Zet lampen uit. Kijk. Oh, we gaan de brug over. Kast met donker. Oké, okay, Google. Zet lampen aan. Oh, daar is hij weer. Oké. Okay. Ik zou niet zeggen, oké, Google. Zet computer uit, want dan heb ik een probleem daar. Of zet tv uit. Oh, nee. Niet doen. Stoppen. Oh, annuleren. Oh, tv is er wel uit. Ja, dat klopt. Ja, bij mij gaat hij overal. Maar ik heb hem. Als ik straks. Als ik binnenkort op mijn zoon hoorde, dan moet ik een. Dan doe ik een bridge erbij. Dan heb ik niet dat geneus. Want dan krijg je gewoon. Ja, dan kun je gewoon zeggen. Dan krijg je een indeling: slaapkamer, woonkamer. Dan zeg je op een gegeven moment. Zeg je dan oké. Okay, weet je wel. Google. Zet slaapkamerlampen uit. Nou, dan zet je de slaapkamerlamp uit. Doe je mee naar slaapkamer, woonkamer, streamkamer. Zeg ik oké, cool. Zet streamkamerlampen uit. Nou, dan zet je streamkamer uit. Volgens die zon is trouwens Lage Zwaluwe. Zevenbergen, Oudenbos en Roosendaal zijn dat de volgende stops. Naast je rijdt nog weer de HSL en daarin rij je geen trein overheen. Dat vind ik dan jammer trouwens. De perron is ook zo lang. Naar mijn idee hoor, maar... Gigantische lange perrons. Ik moet aankomen om 10:35. Ik heb een puistje op mijn lip zitten. Dat is irritant. Uitknijpen. Kijk, ik vind het zulke lange stations. Even kijken wat hier trouwens te doen is hier, want dit is dus Lage Zwaluwe. Maar je bent hier echt in een gat terechtgekomen wat je u tegen... Is dat? Je wordt geen... Dat dan, joh. Oh, hier zit een truckers. Slaapplek. Met nog een shellpomp. Ik vind het wel leuk dat ze dit zo maakt trouwens. Dit vind ik wel grappig. Want je kunt geen op- en afritten maken met spel. Dus dat kan ze weer niet. Maar waar zijn de huizen hier dan? Waar is dat? Hier is het pas. Waarom stop ik hier dan, ik vrees dan? Gehucht? Een klein boemelijntje lijkt het wel. Gaat die hier dan? Een fabriek of zo? Fabriek? Die stopt daar. Toch? Oh, die had daar gewoon op. We gaan er weer vandoor. Ik zou je toch absoluut niet willen wonen hier. Waar gaat die lijn heen om? Kijk hoor. Misschien waar die lijn nog heen gaat. Deze... Nee. Nog een aftakking. Daardoor ga je naar... ASL. Maar ja, dat is deze, ja, klopt zo. Ha. Ja, het geeft mij ook aan dat het sneeuwt binnenkort. Rechtdoor ga je trouwens naar Tilburg nu. Wij gaan die af naar Roosendaal.
stukje mag je maar 130. Die lijken op zo'n moment weer terug, hoor, die van de haas al. Is niet getreurd. Wat loopt hij daar alweer, volgens mij? Sneeuw en IJssel. Cool. Nou, zo cool is het al niet, maar... La 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 la. Oh, wat gaan jullie nog doen in de vakantie dan, jongens? Ik ga, morgen ga ik toch even kijken bij de online aan mijn ochtend. Morgen ga ik Brussel kijken. Fietsen. Maandag gaan wij waarschijnlijk de tour rijden. Want dinsdag word ik wel eerst... Dinsdag de tour rijden. Maar het is niet zo'n best weer. Dan ga ik dat als maandag de tour gaan rijden, maandagmiddag. En dan ga ik dinsdag niks doen. Woensdag moet ik naar Wensink voor mijn auto. Donderdag is planning. Vrijdag moet ik werken en dan ben ik jarig. Dus. Dus het is ook vrijdagavond trouwens ook geen livestream. Dan ben ik lekker aan het knagen bij de Chinees. Dus volgende vrijdag dus ook geen livestream. Vrijdag dus tot 46. Dan moet je even heel gauw gaan passen dan. Het volgende station is Zevenbergen. Station Zevenbergen. 44. Lentje. Ja, ik denk, dan moet je wel heel gauw oppassen nu. Ik kan zo'n steen van 4 gewoon naar jouw richting gooien en op je hartstikke gooien. Met je 46. Schaam je. Ik heb nu een auto, kom ik de persoon nog een klap voor je bek geven. Lekker agressief. Word je dan 46? Aankomst. Zevenberg. Ik weet toch niet waar ik woon? Oh nee? Vraag goed even. Aankomst in Zevenbergen. Waar zijn dan die Zevenbergen dan? Ik zie je maar. Het is één grote kale vlakte hier. Waar zijn dan die Zevenbergen dan? Hier is er één. Kijk maar, dit is naar een berg. Ja, het loopt hier een beetje omhoog. Poep, poep. Dit vind ik wel leuk trouwens. Dit vind ik wel grappig. Het is wel leuk zo, naar de kerk toe. Nou, die kerk is ook in niemands land. Dit vind ik wel leuk strijken zo. Met een oever Leeuwarden. Zo. Ja, dan ben ik in één keer weer in de Leeuwarden. Ja, oké. Okay. Ten dag. Is het station? Ja, is het station. Ik vind het wel leuk gemaakt zo. Met nog de metro. Kijken of we nog een trein kan halen. Oh, verkeerspoor. Kut. Wacht erbij, ik moet de trein nog halen. Rustig. Kut, trein gemist. Oh, ook weer in het synchroniseren. Daar gaat extra trein. Oké, laten we dan er weer van doorgaan. Ik heb woensdag een afspraak bij Wensink. Ga ik mijn auto aflossen. Ga ik het contract ontbinden. Ik heb een leaseplan lopen op die auto van me.
Dan ga ik het contract ga ik ontbinden. En dat is officieel de auto van mijzelf. Eindelijk, na 3 jaar. Ik moet hem ook eens even naar mijn maat toe. Michel Steinenbach! Volgens mij is trouwens Oudenbos. Dan komen we aan in Roosendaal. Oeh. ATP! Waarom dan toch weer? Ik ga een leuk videootje maken, even. Krijg je weer ATP. ATP. Het volgende station is ATB. Automaat is de treinbeveiliging. Je zal je maar net staan hier bij die spoelbomen en dan komt er zo'n trein aangereden die dan in de rem gaat. Op zich valt het wel mee hoor, met qua... Even remmen luchten en dan gaat het weer. Je zou toch hier, ik wil hier toch niet wonen hier hoor, want het is echt een godverlaten plek waar je bent hier. Zo, het was de spoelbomen gaan nog op zijn 11:30 open. Het kan zijn dat het beeld iets trager is, dat heeft denk ik te maken met het record die ik momenteel doe. Hier is het nou wel sneller, deze kant, hier is het zit. Dan komen we dus in oude spoor. Ben ik dus nu te laat? Ja, ik ben wel iets te laat, maar... Ik denk wel dat ik toch alweer die vertraging kan terugpakken. Teertrein, stoppetje naar Rotterdam, denk ik. Ja, denk ik wel. Wauw. Kijk, nu mag ik dit stukje mag ik even 209 km per uur. Oké. Ah, fijn. Ja, ik zat er ook naar onderen. Kijk, daar zo. 209 km per uur. Ik denk dat het zo weg gaat, denk ik. Het volgende station is Oudenbos. Station ja. Oudenbos. Zullen we de Max Verstappen onder de SLT? Dit zijn trouwens SLT'tjes. Bijnaam de Sled. Echt hoor, SLT, Sled. Super Light Train, SLT. Komen we nu aan in Oudenbos. Zijn jullie hier wel eens geweest, jongens en meisjes? In Oudenbos? En zouden jullie wel eens een keer willen komen hier? In Oudenbos. Ziet er wel leuk uit trouwens. Het is wel Zeeland, hè, dus. Aankomst Oudenbos.
We hebben nu al het laatste stuk in het Duits, ja. Dit is niet dat ik hier dus zo lang sta, denk ik. Oudenbosch. Nou, dit lijkt me iets van een verzorgingshuis, lijkt me dit. Hier is nog alweer een kerk. En nog een kerk. Zo, twee kerken in Oudenbosch. Bliksems. Dit was Oudenbosch. Ziet er allemaal weer erg leuk uit. Ik zag daar... Oh. Ik zag trouwens daar ook al dat we daar gingen... Sorry. Ik dacht nou dat daar al... meerdere sporen bij kwamen, maar... There we go. Oudenbosch gaan we weer verlaten. Man met hoofdtelefoon. Hij is boos, want hij heeft net de trein gemist, denk ik. Roosendaal, volgende stop, eindpunt van deze lijn, is op Roosendaal 3B. En dan ga ik ermee stoppen. Dan ga ik daarna eventjes bier drinken bij Pierik. Lekker. Mooi man. Even een live. Oh, ik kan er toch een keer doorgaan. Ik dacht heel erg mof dit trouwens. Oké, we komen zo in Roosendaal en dat moet aankomen om 10:53. En dan gaan wij bier drinken bij Pierik. Altijd leuk. Ik heb bijna weer traag weer ingelopen. Ik heb 4 viewers. Kijk, nu krijg ik gewoon heel veel viewers. Let maar op. Hè? Ben je nu weer naar eind gekomen bij het einde van je stream? Krijg je viewers. In de avond zie je niks. Catastrofe. Oh. Oh. Oh, shut up. Dan mag je met 40 hier. Het wordt astma onder de bellen. Misschien is het Willy hier wel ingebouwd. Ik heb last van een astmabel. Heb jij ook last van een astmabel? Ja hoor, hoor maar. Waarom moet ik dan een keer nu terug daar? Hem? Wat wordt nu? 80 mag ik nou hier. Oh, niet, mag je dus geen 80 hier. Mag je maar 60 hier? Het volgende station is Roosendaal. Oh, echt joh? Station Roosendaal. Nee, donders. Van deze trein. Oh, echt? U kunt hier overstappen voor de richting Leur. Nee. Leda, zo. Voor Vlissingen. Tering, dat ben je niet. Bliksem zeg jij, wat goed. Nou, dan gaan we dat maar een keer doen, hè. Ben je dan nooit in Vlissingen geweest trouwens? Je kunt ook een keer, dat kun je ook wel een keer doen trouwens, dat een keer Vlissingen naar Zonder toe gaan rijden. Dat kan eigenlijk ook volgens mij wel. Moet ik dan wel via, nee dat kan niet, want ik zit dan weer... Hou eens op met dat piep. Hou eens op.
Hey. Goed zo. Maar dat kan. Dat moet ik even kijken of dat dan kan. Ja of nee. Volgens mij kunnen we dan tot aan. Ik denk dat je dan bij Amsterdam naar vast zit. Dan moet je wel via Amsterdam naar. Want je kunt daar niet via Rotterdam. Ja, Rotterdam kan wel. Dan wil je eerst deze route rijden. Van Vlissingen naar Rotterdam. Dan kunnen we. Hoe zit je daarna? Nee, dan kunnen we Rotterdam-Amsterdam rijden met de HSL. Dan kunnen we vanaf Amsterdam zitten we vast. Dus je kunt nou niet van Amsterdam naar Weesp toe of Amsterdam naar Lelystad. Dat kan niet. Dan zou je dus ook. Want je kunt ook niet via Rotterdam namelijk gaan. Dat kan ook niet. Want je kunt niet van Rotterdam naar Utrecht toe. Dat zit er allemaal niet. Dus dan zitten ze daar vast. Kom ik wel een keer op terug. Zal een keer leuk zijn als we een keer kunnen rijden. We kunnen nou wel zeggen. Maar dan gaan we helemaal om. Als we Vlissingen naar. Voor was dat bij die afslag. Voor was dat bij. Bij Laagzalo volgens mij. Daar dan. Dan gaan we daar naar uit. Dan gaan we naar Breda. Breda gaan we naar Eindhoven. Eindhoven gaan we terug naar Utrecht. In Utrecht kun je daar wel niet op terugrijden. Maar dan rijden we wel heel erg een stuk om. Ja, dan rijden we wel in één keer rijden. Niet op het spoor lopen. Max Salver. Ja, dat komt wel een keer terug. Goed, we gaan daar eens een keertje naar kijken. Moet zoals ook een keertje de boel een keer upgraden, zie ik. We hebben dit spel, dus. We stoppen trouwens op spoor 3B. En nu krijg ik. Oké, nee, dan niet. Dan hou ik er toch mee op. Oké, okay. Bad luck, you didn't complete the scenario successfully. Nou, dan niet. Apart. Heel apart. Oké.